Ja, echt super erg een Barcelona-fan geworden. Ja, ik heb dat vooral al een paar keer gedaan, dus ik had het niet helemaal nog eens, maar ik ben er ooit in geslaagd om, om de hele Barcelona-ploeg te ontmoeten in een hotel in New York. Binnengeglipt als het ware. Want ik ben de eerste dat is niet per ongeluk. Nee, ik was een hele dag aan het wachten voor een aantekening. Ik was in New York, ik wist dat Barcelona daar een oefenmatch speelde tegen de New York Red Bulls. Dus en hoe oud waren jij toen? 18. Okay. Ik ga het heel kort vertellen. Snap je? Yes, ja. Vertel het toch. Kom ja, oké. Okay. Dus ik was 18 en ik was een super harde Barcelona-fan. En ik wist dat Barcelona speelde in New York. En ik was er sowieso eens graag naar New York nadat ik mijn diploma had gehaald. Dus ik was er die een dag en ik zag opeens een spelersbus van Barcelona voorbij rijden. Ik ben er als een zot beginnen achterlopen. En die stopte daar aan het St. Regis Hotel en aan Central Park, een heel chic hotel. En ik zag die spelers eruit komen. Ik dacht, oh my, nee, die zijn hier allemaal. Dus ik loop erachter. Maar er stond keiveel volk, dranghekken, security. Dus ik raakte maar niet bij die spelers. En om duur probeer ik maar één tijd in dat hotel binnen te geraken, maar dat echt, ja, die security werd het echt gehad met mij. Die zei, kom gast, de laatste keer. Ik zat er maar beteuterd, iedereen ging weg. Ik was ondertussen al een bal gaan halen om te laten signeren en alles. En op een gegeven moment, ik wil eigenlijk net weggaan en opeens komt er een vrouw aan het kantoorgebouw over aan dat hotel naar beneden. Zegt, in het Engels dan, wat sta je hier eigenlijk al een hele dag te doen? Ik zeg, ja, Barcelona speelt hier. En ik dacht van, ze zit hier en ik wil binnen geraken, maar dat mag niet van die meneer daar. En die zei, oeh, dat mag niet, ja, ik mag niet binnen in het hotel. En ik zeg, oké, wacht hier. En die vrouw gaat naar binnen. En na 5 minuten komt die terug en die zegt, hier. Ik zeg, wat? Ja, ik heb u een suite geboekt op de vloer van de Barcelona-spelers. Ik zeg, wat? Ja, hoeveel kost dat? Ja, $1,800 voor de dag. Ik zeg, dat kan niet. Jawel, jawel. En die geeft mij die sleutel en ik kan zo terug op die trappen op en die gast van de security, de stotter. So, what are you doing here, boy? En ik zeg, oh yeah, I got a room. En die zo, welcome to the hotel, sir. En ik mag zo naar binnen. Ik zo, what the fuck? En had je daar een toyboy-gewijs wederdienst voor moeten doen? Ja, of, ja dus dat ja, was inderdaad... Raar. Ja, die vrouw had nooit kinderen gehad en die denkt dat hij een beetje zich heeft ontfermd over mij. Maar dat is niet zo raar als geworden als je misschien denkt dat het ging worden of zo. In ieder geval, op een gegeven moment kwamen al die spelers naar beneden met mijn grote idool van die tijd, Ronaldinho, waar ik echt zo... Opeens stond ik daar oog in oog mee en die sprak één al geen Engels en ik geen Spaans. Dus ik dacht, ik kom met die bal er naartoe zo, en die kijkt zo naar mij en opeens... Als het lot het wou natuurlijk, had ik daar echt de mottigste t-shirt ooit aan, dat jullie misschien nog wel kennen, zo La Gazzetta della Sport, zo die krantenartikels die zo gebleven waren. Zo een had ik, maar dan waren Ronaldinho, snap je? En je zag die t-shirt, dat is echt waar, je zag die t-shirt en je zei, basically zei hij van, amai, hoe schoon is dat? En die haalt Messi erbij, Eto en Deco, en je toont een t-shirt aan die gasten en ik sta er zo, en ik zeg, ah ja, en dan opeens, Frank Rijkaard was toen een trainer, en ik zeg, Frank, mag ik eens iets vragen? En ik zei eigenlijk, Frank, mag ik iets vragen alsjeblieft? En hij zei, I'm sorry, I don't understand. Ik zeg, nee, ik spreek Nederlands, want die verstond mij natuurlijk niet goed. Dus ik zo in mijn beste Nederlands, ik zeg, maar ja, maar ga ik een aantekening mogen? Dus oké, al die spelers met een balige aantekening en dus een foto met Ronaldinho, al die hele dingen. En dan uiteindelijk was ik aan het jongleren met die bal met Ronaldinho in die lobby van die dat echt. Ey, en daarna heb ik nog... Aan het jongleren met Ronaldinho? Ja, ik zweer het. Dus ik stond er met die bal. Ik geloof, ik geloof. Ja, dus echt, dat was echt waar. Die Ronaldinho was exact zoals je dacht dat hij was. Zo'n goed lachse kerel die gewoon super vriendelijk was. En die vond die t-shirt zo fantastisch. Dus ik gaf die bal om te signeren. Die begon er gewoon zo gelijk in een Nike commercial met te jongleren. En zo wat pasjes naar mij te geven. En ik heb met mijn houten been dan zo wat terugspeeld. Nee, dat verhaal ik nog nooit. Wauw, echt. Ja, echt. En er is nog een kleine apotheose en dan gewoon echt, sorry, back to business. Dus, maar dit is business. Dit is business, ja, voilà. Dus om de uur was er terug een hele meute buiten aan dat hotel. Snapte? Voetballiefhebbers, Mexicanen en alles en zo. En die herkende mij nog van een hele dag te wachten. En die komt buiten van een sigaretten smoren en iedereen zo, how the fuck did that guy get in? Ik zeg, ja, it's a long story. maar er waren dus ook veel handtekeningenjagers bij. En die zeiden van, hey, hoe kun je handtekeningen in Ronaldinho? Maar snapte, die verkopen die t-shirts op eBay en al die dingen. Ik zeg van, ja, dat wil ik wel doen. Zegt, ik geef je $150. Ik denk, ah, oké. Okay. Echt, een deur. Ik elke keer die Ronaldinho zat er ondertussen in de lobby van het hotel met twee dames van lichte zeden. Kijk, vodka-cola te drinken. Al die spelers waren aan het slapen. Dus ik elke keer aan die Ronaldinho met zo'n t-shirt. Die vond dat allemaal top. Die is signeren. Ik, echt, zo heb ik $2000 of zo verdiend. Gewoon elke keer t-shirts. Hebben ze dat geld dan aan die vrouw gegeven? Wat? Nee, ja, New York is duur, man. Ik
in die suite blijven slapen? Ja, tuurlijk, dat was zalig. Ik ben in die suite blijven slapen. Dan heb ik daarna een bijtje gedaan, uitgecheckt en dan terug naar mijn slaapzaal met 16 bedden. En je hebt die vrouw nooit meer gezien? Jawel. Dan, ja, die nacht. Ik ben er daarna nog eens mee gaan eten. Dat was gezellig. En dan een paar jaar geleden was ik in New York, omdat Dardenne daar speelde met een film. En dan had ik die nog eens opgezocht. Maar die was wel aan een drank geraakt. Dat was niet zo romantisch. Zo ideaal zoals je denkt dat dat was. Dat was een beetje een raar gesprek.